Al-Abbasi. Voorzitter, dank. Ik steun het amendement overigens van mevrouw Bikker voor het behouden van het ziekenhuis. Maar ik hoor mevrouw Agema aangeven dat ze in die motie een vorm van staatssteun leest. En dan heb ik er wel moeite mee. Want ik denk dat we een amendement kunnen uitvoeren en dat dat wel moet binnen de grenzen van de wet. En ik verwacht van een minister dan dat als die niet binnen de grenzen van de wet is, wat kan er dan aan zo'n amendement aangepast worden, zodat het wel binnen de grenzen van de wet is? Nou hoor ik de minister iets anders zeggen. Die zegt, joh, dien het op een andere manier in, via een motie. En dan kan ik in de geest van de wet mogelijk iets anders doen. Maar ook in de geest van de wet moeten we de wet toch nakomen, zou ik vragen aan mevrouw Agema. Ja, maar dan kan ik bij deze... Kijk, meneer El-Abbasi... Voor een aangenomen motie doet een minister en het ambtenarenapparaat stinkende best. Maar een amendement gaat verder. Een amendement wijzigt letterlijk de tekst van de wet. En als je dan niet goed zit, heb je een ongeluk. En dan, en ik heb mevrouw Bikker als een heel redelijk Kamerlid, wat volgens mij een ongeluk wil voorkomen. En ik heb haar toegezegd zo dicht mogelijk bij de bedoeling van haar amendement uit te willen komen. Als zij daar een motie van maakt, dan... Ja, dan volgens mij zijn we er dan uit. Ik ga hem toch wegdoen, nog een interruptie. Maar dan zou de minister, dat is ook een vraag via de voorzitter, ook gewoon toch mevrouw Bikker kunnen aangeven van joh, wijzig het amendement en dan past hij binnen de grenzen van de wet en dan kan ik hem wel appreciëren. Ja, maar dat is dus de essentie van dit amendement. Dus ik heb mijn handreikingen gedaan en ik denk ook, meneer El-Abbasi, met de beste wil van de wereld, mijn ambtenarenapparaat geeft adviezen. Er liggen veel amendementen voor en als het kan, dan is het oordeel Kamer. Maar bij ontraden is er wel iets aan de hand op het moment dat het wel aangenomen wordt. Dan fraude.